Waar het om gaat is dat iedereen hier VIP is, iedereen is hier vedette, iedereen is hier een star. Zoals in de originele Studio 54 in New York. Dat is de party van het jaar gewoon. Studio 54 en Sportpaleis, dat wordt geweldig. Ik denk 20 jaar geleden wisten ze dat ze party moesten vieren en wij gaan eens zien of wij dat ook nog kunnen. Hè. Van al die leuvenkjes heb ik iets gekregen. Oh, moet ik nog allemaal doorstaan hier? De Supremes verwacht daar heel veel van natuurlijk. Hè. Verwacht dan die heel dat sportpaleis gaan dan uit een voegen gaan doen barsten. Hè. The legend has already been made. And all we have to do is continue to do the things that made that legend a legend. And we're trying to do that. We're trying to keep it in supreme fashion, supreme style. When Diana saw us the first time in 1998, that was what her comment was. And it made us feel very good. She says, you guys were fabulous, you know? So in 2000, Sherry and I worked with her, which was fabulous. Why do you think music from the 70s, 80s, and 60s is still so popular right now? Because of lyrics. Yeah. That's right. The lyrics really are important. Mm-hmm. Because people, little children, remember Stop in the Name of Love. Mm-hmm. You know, and today, about 5 years ago, I don't really know what was going on about 5 years ago. Mm-hmm. But 20 years ago, people still remember. Waar is Diana?